mag ik opnieuw heel ambetant, vervelend en frustrerend zijn. Ja. Wie had dat gedacht? That's what I do! Dat droopt er toch af dat niet juist is. Dat... Moslims zijn bang. Karikature, bakman. Forget it, you're a has-been. Christenen zijn bang. Wat maakt mij zo bang? Haalt die ballerina maar in u naar boven. Dit lijkt op een soort militaire coup. Alle Fransen zijn bang. C'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Niet plezant. Verhoogde activiteit van extremisten op sociale media. Hoever staat u? We komen een beetje achter. Dat doe je niet. Het komt dichterbij. I don't believe the news. De conclusie is... Zeer karig. Thank you everybody, God bless. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en alles wat je weet is fout. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. De show met weinig inhoud, maar veel bekijks. Of was het nu andersom? Ik ga niet graag buiten, en al zeker niet buiten het land. Maar goedele haar wens is mijn bevel. We gaan eerst naar de Verenigde Staten. Ik weet niet of jullie hier al iets over gehoord hebben, maar... Amerika kiest een nieuwe president. En op 3 november was het zover. Het is D-Day. Arm schaap, het is nog steeds getraumatiseerd door Operation Overlord. Maar op die day zaten we nog niet in Berlijn. Dag 1 zag er zo uit. Het blijft een ongelooflijke nagelbijter. Dag 2 was Groundhog Day. De spanning rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nauwelijks te harden. En na een kleine week verklaarde de VRT Joe Biden als winnaar. Joe Biden is verkozen tot de 46e president van de Verenigde Staten. Ze deden dit in opdracht van de Clinton News Network. Nieuwszender CNN. En dat is niets nieuw. In Amerika is de media machtiger dan het Witte Huis. Seconden later volgden de persbureaus en de andere Amerikaanse nieuwszenders. Eigenlijk moeten we wachten tot 14 december. Op 14 december komen dan de 538 kiesmannen samen. Vraag mij niet hoe oud ik ben, maar ik herinner mij de verkiezingen van 2000 nog. Fox verklaarde George Bush als winnaar, hoewel Al gewonnen had toen alle stemmen geteld waren. Alleen, toen waren de kampen omgedraaid. I strongly disagree with the court's decision. Naast de illegale en immorele oorlogen kregen de Amerikanen ook de op één na coolste president van deze eeuw. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Now watch this drive. Ondertussen verheugt de media zich. Joe Biden is verkozen. Een bevrijding na 4 jaar oorlog. Hier hangt echt elektriciteit in de lucht. America's back. Maar ze vertellen nu niet dat er gegronde vermoedens van fraude zijn. This is a fraud. Trump heeft misschien gelijk. Er zijn een aantal zaken op te merken. Zo is er de staat Michigan, de Mitten, waar op één nacht tijd Joe Biden 138.000 stemmen behaalde en Trump geen. De grafiek zou er zo niet mogen uitzien. Tenminste, als daar niet een goede reden voor is. Nooit eerder ook hebben zoveel mensen per post gestemd. Dat zou goed kunnen, want de stereotype democraat heeft een panische angst voor een welbepaald pathogeen. Daar heeft het coronavirus ook veel mee te maken natuurlijk. Dus in dit geval spreken we niet over Russische inmenging, maar Chinese. Versta mij niet verkeerd. Elke stel temt. Elke stem telt. Maar de uitkomst lijkt wel heel artificieel. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided. Ten eerste lijkt het erop dat heel veel dode mensen hebben gestemd. Joe Frazier is still voting here. Maar Joe Frazier was een republikein, dus dat doet er niet toe. Verder was er geen inspectie. There was no inspection of a single mail-in ballot. En sommige stemlokalen werden zelfs afgeschermd voor de gretige ogen van het Trump-kamp. Er zijn tevens te veel stembiljetten verstuurd, zoals deze vriend van Bjorn Soenes het u vertelt. I received 2 ballots, one for my current house, one for a house that I used to live in. Dat zijn 2 stemmen voor de Democraten. Het is eigenlijk simpel. It's really simple. If you have nothing to hide, you allow inspection. Wacht gewoon tot het kiescollege bijeengekomen is. Na de aankondiging brak op vele plaatsen in de VS een feest los. Biden's en aanhangers zijn alvast aan het feest begonnen. En het Witte Huis in Washington verzamelde onmiddellijk aanhangers van Biden om de overwinning te vieren. Wacht. Ik moet geloven dat al die mensen hun stem per post hebben uitgebracht uit coronaschrik. Maar hun smetvrees verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer hun kandidaat wint.
Blue is sus. Want de Republikeinen hebben eigenlijk meer zetels bijgewonnen in het huis, de controle behoudend in de Senaat, zetels bijgewonnen in het staatsparlement. Exact dezelfde stembrieven als waar je de keuze uitbrengt voor president. Dat heb je goed opgemerkt, Bjorn. Komt je nu met een even goede conclusie? Beetje moeilijk om aan te tonen natuurlijk voor de rechtbank dat het fraude is en diefstal in het ene geval als het gaat over de presidentskeuze, maar in het geval van het congres, zelfde stembrief, dat het dan geen fraude is. Nee, wat je wilt zeggen is dat er verdacht veel stembriefjes enkel voor de president hebben gekozen en niet voor de Senaat of het Huis. Ik vind dat louche. Als we voor één keer de media geloven, dan verwelkomen we met open armen de nieuwe seniele president. We choose unity over division. We choose science over fiction. We choose truth over facts. En zijn opvolger, president Harris. You're gonna be the next president of the United States. Now watch her drive. Toch zullen we Trump en zijn dynamiek met Martin missen. A plane goes down. 500 people dead. They don't talk about it. Er is voor zover wij weten geen vliegtuig neergestort met meer dan 500 doden. Our doctors get more money if somebody dies from COVID. Voor alle duidelijkheid, die uitspraak van Donald Trump klopt niet. Maar eindelijk zullen alle problemen in Amerika opgelost raken. Onder het bewind van president Trump hebben radicaal rechts en blank nationalisme... Sorry, de computer blijft soms hangen op nieuwspraak. Terwijl de Land of Rape and Honey een tweede burgeroorlog voert, zullen wij, Europeanen, onze eigen strijd moeten beslechten. In Nice, in Zuid-Frankrijk, waar vanochtend 3 mensen zijn vermoord. 2 vrouwen en 1 man onthoofd en doodgestoken in Frankrijk, dat hadden we kunnen verwachten. Na de aanslag op een leraar nog geen 2 weken geleden. Op dezelfde dag was er ook een mislukte aanslag in Lyon, een bommelding in Toulouse en een verijdelde aanslag in Avignon. Allemaal te danken aan deze schurk. Zakken! Fransız markalara. Sorry, ik bedoelde Turk. De Turkse president Erdogan neemt het voortouw in de kritiek binnen de moslimwereld op de Franse president Macron. Macron heeft een tijd terug de strijd verklaard tegen het islamisme. Nous n'y céderons. En hij wordt daarbij gesteund door de getalenteerde tekenaars van Charlie Hebdo. Erdogan is er te zien terwijl hij het gewaad optilt van een vrouw met hoofddoek. Helaas zijn gesofisticeerde karikaturen geen efficiënt wapen in deze barbaarse strijd. In de Franse stad Lyon is een Grieks-orthodoxe priester neergeschoten met een jachtgeweer. En dit patroon is helaas te zien over gans Europa. Zoals in Wenen. Daar heeft een sympathisant van terreurgroep IS gisteravond 4 mensen doodgeschoten. Maar ene keer schieten was niet genoeg. De dader had het vuur geopend op 6 verschillende plekken. Ik denk dat ik wel weet waar hierachter zit. Terreurorganisatie Islamitische Staat, IS dus. Is het nu zo moeilijk om extremisten buiten Europa te houden? Kennelijk wel. Deze man was al gearresteerd, maar hij is vervroegd vrijgekomen eind vorig jaar. Hij moest een deradicaliseringsprogramma volgen en hij gaf de indruk dat hij opnieuw zich wou integreren in de maatschappij. Maar hij had u bij het pietje. Hij heeft ons om de tuin geleid. Ze noemen dat takia, een fundamenteel principe uit een weinig verlichte Koran. Jihadisten moeten liegen tegen de westerse kruisvaarders. Gelukkig kan bij ons zoiets niet gebeuren. Afgelopen weekend zijn in ons land 2 minderjarigen opgepakt omdat ze plannen hadden voor een terreurdaad. Het zijn maar minderjarigen. Zullen ze mensen beschieten met waterpistolen? Op dit ogenblik is er geen concrete aanwijzing dat er iets op til is. Toch, ik wil geen kou vatten. Ze wilden met messen politieagenten aanvallen. Oei, maar dat is dodelijk. Rap, verhoogt het terreurniveau. Momenteel staat het terreurniveau op 2. Is dat wel genoeg? Volgens Squeaky wel. Daar waar het in 2015-16 ging om uitgestuurde commando's, gaat het inderdaad nu over geïsoleerde gevallen, extremisten, die actief zijn op sociale media. Ja, maar volgens de BRT zijn wij ook extremisten op sociale media. Alhoewel, wij posten onze memes niet. Onder het roepen van Allahu Akbar. Dus Europa moet schrik hebben van terreur. Of beter, mogelijke terreur. Mogelijk gaat het opnieuw om een terreuraanslag. Is dat nu echt de moment? Alsof we niets anders hebben om ons zorgen over te maken. Er komen voor ons allen weer een paar moeilijke weken aan. De corona houdt ons weer binnen. Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Enerzijds, anderzijds. Enerzijds gaan er minder mensen naar het ziekenhuis. Uit de nieuwe coronacijfers blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames daalt. Anderzijds gaan
gaan ze wel dood. En dat is nog steeds de schuld van de cafés. Een grote Amerikaanse wetenschappelijke studie bevestigt het. Cafés, restaurants en fitnesszalen, dat zijn echte broeihaarden voor corona. Dit past natuurlijk goed in het verhaal dat ze ons willen wijsmaken. Maar Amerikaanse studies zijn niet van toepassing binnen Europa. En wat doet het ertoe? De horeca en fitnesscentra... Daar kan nu niemand besmet raken, want ze zijn zeker tot half december nog dicht. Het is uiteindelijk makkelijker om het op de kleine mannen te steken. Volgens een nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano zijn kinderen vatbaarder voor het coronavirus dan eerst gedacht. Maar staat er even bij stil wat de maatschappij onze kinderen aandoet. Openbaar vervoer, bus, tram, trein. Ja, zorg ervoor dat je dat mondmasker juist draagt. Die bus zit stampvol. Het zou mij niet verbazen moest je naast de corona ook nog de chlamydia krijgen. Maar geen zorgen, het CLB zal u binnenkort vaccineren. Dit is het kandidaatvaccin van het Amerikaanse Pfizer. Het vaccin is bijna klaar en het werd al getest op mensen. Onder meer Bjorn's BFF. I could be placebo. There's a 50-50 chance or the vaccine. Kennen ze niemand anders in een land van 300 miljoen? Het vaccin heeft weinig neveneffecten, maar het beschermt u niet tegen alcoholisme. The first night I did have a headache, but I did have a couple of drinks that evening, so... 100% effectief zal het nooit zijn en er zijn er te weinig. Pfizer wil tegen eind dit jaar wereldwijd 50 miljoen dosissen leveren aan klanten. Ik zal u de rekensom besparen, maar meester Frank zal het u aandoen. Eind 2021 1,3 miljard vaccins, 2 shots nodig, dus 650 miljoen mensen. Ja, maar we zijn minstens met 10 keren zoveel op de planeet, hè. Wij hebben er maar 22 miljoen nodig, want gij zijt verkozen als minister van België. Alhoewel, stond hij eigenlijk zelfs op een lijst? Nee. Dan ga ik niet luisteren naar u. Dan ga ik het vragen aan onze eigen minister van Volksgezondheid. Door mijn medische achtergrond weet ik dat een vaccin ontwikkelen 4-5 jaar in beslag neemt. Nu op ene keer, de farmaceutische industrie doet dat op een paar maanden tijd, juist nadat Biden zogezegd gewonnen heeft. Cui prodest. Pfizer, die worden gesteund door Bill Gates, die zijn smeerlapperij in ons lijf wilt projecteren, dat ze bij voorbaat de ministers inenten. En dan zullen we zien wat de bijwerkingen zijn. En daarna kunnen ze beginnen met de bevolking. Maar de mensen mogen misschien volgzame schapen zijn, maar daartussen leven er gelukkig genoeg toch nog enkele waakhonden. Geen gif in mijn lijf. Dank u. Deze boomer zijn we kwijt. Maar moest er toch vraag zijn naar het vaccin, dan kunnen we gewoon de fabriek bestormen. De productie ervan, onder meer ook bij ons in Puurs, wordt volop voorbereid. Maar een vaccin gaat mij niet redden van gehele misantropie. En deze lockdown zal mijn lijf doen verstijven, zoals roest nog nooit gerust heeft. Gelukkig heeft de openbare omroep hiervoor een medicijn. De echte binnenblijvers kunnen elke dag bewegen met Saartje. Starturen van den Driessen geeft ons dagelijks fitnessadvies, ook al heeft niemand daarom gevraagd. Het programma heet... Beweeg in uw kot. Iedereen, welkom vanuit mijn kot. Hey Saartje, welkom vanuit mijn kwartiertje. Ga jij wat aerobics voor ons doen? Ik zou het echt wel super tof vinden als jullie meebewegen. Trouwens, als je naar de keuken kunt lopen voor een koekje, dan kun je evengoed ook meebewegen. Hè? We beginnen met een opwarmingsoefening. Rustig marcheren. Ja, maar wat als je geen benen hebt? Je kan het ook al springend doen. Dat was niet de vraag. Oh ja. Dat doe ik graag. Wat is er aan het gebeuren? Oké, de laatste oefening. De laatste, hè, beloofd. Links, rechts en doordraaien. Zit er mee of nog eens? Denk jij dat ik dom ben? Ik zal het nog eens doen. Domme mensen doen mee. Ik blijf gewoon zitten. Even terug op adem komen en dan kunnen we al eens nadenken over de volgende reeks oefeningen. Nee, ik heb gezegd dat er maar 2 oefeningen waren. Ik ben nu al uitgeput. Ergens in ons huis is er een voorwerp waar we mee kunnen sporten. Ik zou niet weten wat. Een bezem. Kun je de bezem brengen? Wat kunnen we nu allemaal doen met een bezem? Jij kunt erop vliegen, maar ik kan er enkel mee kuisen. En ik ben niet van plan hier te kuisen. De borstel van voor naar achter bewegen. Dat is kuisen. Ik weiger, steek die bezem in uw gang.
gat. Oké, dan steken we onze bezem. Zo letterlijk bedoelde ik dat niet, hè. Dat was maar een mopje. Maar het is wel een heel effectieve oefening. Vreemd genoeg geeft dit joke mij kopzorgen. Want het lijkt verdacht veel op een scène uit 1984. 30 to 40 group, take your places, please. Let's see which one of us can touch his toes. One, two, 6079 Smith W. Yes, you, bend lower. You're not trying. Staartje is wel sympathieker. Nu we gevaccineerd en gemobiliseerd zijn, rest er ons nog één gevaar aan deze coronacrisis. Massa's valse en gemanipuleerde berichten over het virus. En wij ons maar zorgen maken over de pandemie. Gelijkaardig aan de pandemic momenteel hebben we nu ook een infodemic. Je hebt het gehoord. De mensen zijn te geïnformeerd. Rap, gaan al Tim verrijden. Pano, de perfecte storm. Panos komt weer met een reportage om de Vlaming op een plaats te zetten. En de coronacrisis is niet mild geweest voor Tim. Want onze favoriete storyteller is het een beetje verleerd. De coronacrisis. Een crisis met een ongeziene impact. En dat is ook te zien online. Een ongeziene impact die te zien is online. Nul voortaal, bank achteruit. Je mag 6 weken lang de mensen niet meer de les spellen. Maar hij doet het toch. We praten met mensen die hun nieuws en wat ze geloven vooral online uit sociale media halen. Onder begeleiding van een getelefoneerde horror-soundtrack trok Tim eerst naar het noorden. We zijn in Antwerpen, bij Kim, haar mama en haar stiefpapa. De stiefvader, Frank, is een traditionele man. Frank wordt het liefst geïnformeerd via de kranten en televisie. En hij weet dat al die informatie altijd correct is. Ik weet dat 100% zeker. Weten dat je niet alles weet, is het begin van alle wijsheid. En Kim geeft toe dat ze niet alles weet. Ik denk dat we veel niet weten. Tjo. Hun debakkel ging van start rond dezelfde tijd. Als de discussie op Facebook en Twitter en YouTube openbreekt over het anti-malaria-middel hydroxychloroquine. We hebben in de preek hier ook over gesproken. Aanvankelijk leek hydroxychloroquine een goed middel, tot de Lancet publiceerde dat het mogelijk gevaarlijk kan zijn. Trouwe kijkers zullen weten dat die melding ondertussen al ingetrokken is, maar dat vergeet Tim gewoon. We zijn ermee gestopt hier in België omdat het potentieel gevaarlijk kan zijn. Durf te vragen, moet Kim gedacht hebben. Hoe potentieel gevaarlijk kan het zijn van een malaria-pulletje dat je al jaren slikt? Ineens kun je het ook niet meer krijgen in de apotheker trouwens. Hè? Goeie bal. Maar Tim kaatste terug. Zou het kunnen zijn omdat die filmpjes op Facebook en YouTube foute, valse informatie bevatten? Wie bent u om te zeggen dat die fout en vals zijn? Hij is Tim Verrijden. Hij heeft de waarheid in pacht. Zijn woord is recht. Hij is de Don Quixote van het fake news. Kim, je hebt gelijk, maar Tim heeft meer gelijk. Het volgende slachtoffer vond hij in Limburg. Alexander uit Lanaken. Alexander gelooft de coronacijfers niet. Hij toonde zijn onafhankelijk vergaarde data aan Tim. Die data van het onze klopt niet. Je weet, je raakt niet binnen bij Pano als je geen statisticus met een virologische achtergrond bent. Ja, dat geloof ik niet. Ik ook niet, maar Tim weet alles. Je kunt hem niets nieuws vertellen. De WHO wordt gesponsord door de Big Pharma. Dat klopt. De WHO verdient eigenlijk niets. Ze zijn volledig afhankelijk van sponsors. Waar haal je die informatie? Dat is min of meer hun businessmodel. Er is geen bewijs dat de Wereldgezondheidsorganisatie zich op een ongeoorloofde manier wil verrijken met de verkoop van vaccins. Maar daar ging het niet om, Timmeke. De derde en laatste groep slachtoffers bracht ons 30 We zijn in West-Vlaanderen. Hier ontmoeten we Caitlin, die vervreemd is geraakt van haar tante. Wij praten hele dagen en nu niet meer. Stop de persen. Een tienermeisje heeft emotionele problemen. Wat is er dan plots veranderd? Dat weet ik niet. Om de situatie beter te begrijpen, moeten we bovenal praten met tante Ine. Ik denk wat ik denk. Ik geloof wat ik geloof. En wat denkt jij over het coronavirus? Ine begint te zoeken naar informatie over het coronavirus. Ze komt al snel terecht bij de grote Amerikaanse complottheorie QAnon. Hey Ine, where we go one, we go all. Maar voor de digibeten onder ons... De theorie beweert onder meer dat er achter de mondiale politieke elite een netwerk van pedofilie en kinderhandel schuilgaat. Klopt. En Marc Dutroux was slechts een kleine pion in dit verachtelijk schaakspel. Maar het gaat hier om QAnon. Een losse groepering van 4chaners met geinige complottheorieën. Die veel opschudding veroorzaakt op dit moment in de Verenigde Staten. De enige reden waarom
waarom dit opschudding veroorzaakt, is omdat mensen gelijk Tim het niet begrijpen. Vertrekkende vanuit Pizzagate langs de homofiele kikkers naar de maanlanding breidt het alle complottheorieën aaneen. Sommigen zijn te zot voor woorden, maar sommigen hebben een grond van waarheid. QAnon is fascinerend en gevaarlijk tegelijkertijd. En een goede keuze om kijkend Vlaanderen bang te maken. Want bovenal mogen we nooit geloven dat er een complot achter de coronacrisis zit. En om dit te bewijzen kwam Tim met de slechts mogelijke voorbeelden. De coronacrisis is geen dekmantel voor de wereldwijde uitrol van 5G. Iedereen blijft in zijn kot en zit dus op zijn wifi. 5G is niet eens meer nodig. Microsoft-oprichter Bill Gates wil ons geen chip implanten via een eventueel vaccin. Moest Microsoft chips willen implanteren, dan zouden we de hele tijd crashen naar een blauw scherm. John F. Kennedy is misschien door een nietsnut als Lee Harvey Oswald doodgeschoten. Hé, jij zei niet Tim. En dit is geen leugen. JFK is misschien zelfs in opdracht doodgeschoten. Occam's razor. Er zijn heel veel dode Kennedys. Je keel gorgelen met warm water en look en citroen tegen corona. Dat gaat niet helpen, maar het zal ook geen kwaad kunnen. Of 10 seconden je adem inhouden en als je niet hoest, heb je geen corona. Niemand gelooft dit. Vitamine C kan geen kwaad, maar zal op zijn eentje nooit het virus verslaan. Excuseer, heb jij net zelf fake news verspreid? Vitamine C kan geen kwaad. Dan heb je duidelijk nog nooit over hypervitaminose gehoord. Maar nu begin ik het te verstaan. Het is schadelijk als mensen door valse informatie dingen gaan doen die slecht zijn voor hun gezondheid. Gelijk te veel vitamine C slikken. En dat gebeurt. Door uw foute narratieve storyteller, wat moeten we nu geloven? Er zijn zoveel verschillende bronnen met uiteenlopende meningen die elkaar tegenspreken. Wie echt geen moeite wil doen, vertrouwt op Tim. Hij profileert zich tenslotte als een slimme Vlaming, gelijk Maarten Boudry. Als kritische burger ben je misschien zelfs beter geplaatst als Mark van Ranst. En beter geplaatst dan Tim Verheijden. Vergeet nooit, waarde kinderen. Dat je gewoon door een aantal artikelen te lezen iets beter kan begrijpen dan een hele internationale gemeenschap van experts. Maar als je niet kunt lezen, kijk dan gewoon naar de preek. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Trump versus Sanders had interessanter geweest, maar de deep state wint altijd. 2. Vaccins beschermen u niet tegen de fascistische verkramping van de maatschappij. 3. Tim Verheijden haat mensen met een kritische blik, maar hij houdt van zijn collega's. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit vervalst joken. Deel en like en vorm steeds uw eigen kritische mening. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Het is afgelopen. We doen geen inspanning meer om het onder controle te houden. Het is allemaal nepnieuws. Ciao.